Tuinderij Beverlander is een groententeelbedrijf wat zich de laatste jaren heeft gespecialiseerd in de teelt van kleinschalige kruidengewassen. Groente is Chinese kool, en kruiden is bieslook, selderij, peterselie, platte peterselie, tijm, munt en koriander. De producten die wij telen die worden geplant, geoogst en de kruiden die worden daarnaast nog klein verpakt. Die zijn 's ochtends geoogst en die liggen de volgende dag in de grootste supermarkt van Nederland. Mijn opa die had koeien, een paar paarden en grove akkerbouw. Mijn vader is daarin gestroomd, had niets met dieren. Dieren zijn langzaamaan de deur uitgewerkt en er is groente voor in de plek gekomen. En de groente die is door de jaren heen weer veranderd van grove groententeelt naar huidige kruidenteelt. Een kleine 25 jaar geleden zijn we begonnen met bieslookteelt. Daar hebben we het advies gekregen om witlof te gaan telen. Witlof is in Nederland een hele grote markt geweest. We zijn er toen de tijd veel te veel mee begonnen. Wij gelukkig niet, omdat we niet achter de massa aan willen lopen. Voor bieslook was er wel degelijk een markt. Er kwamen heel veel producten werden geïmporteerd uit Duitsland. Wij hebben ons daarin gespecialiseerd. Het is ook een moeilijke teelt. Tweejarig. Het eerste jaar moet je buiten planten en oogsten. Dan doen we het invriezen. Na de vriescel doen we het ontdooien. Gaat het de kweekcel in en duurt het een 8 dagen voordat we productie hebben. De kweekcel die is specifiek gericht op het telen van bieslook. Daarmee kunnen we eigenlijk alles simuleren wat bieslook nodig heeft om te groeien. Zowel licht, water, luchtvochtigheid, noem maar op. Wat we hiermee bereikt hebben is dat we een jaar rond dezelfde kwaliteit hebben, dezelfde smaak en dus dezelfde looks. We proberen altijd om op een zo goed mogelijke manier te ondernemen. 5 jaar geleden zijn we begonnen met het testen van LED-verlichting. Inmiddels is de kwaliteit van LED dusdanig verbeterd. Je kan het in meerdere variaties krijgen en toepassen, waardoor dat het nu zeker interessant is. En we zelfs al aanvragen hebben liggen om LED toe te gaan passen in onze kweekcel. De kweekcel is sowieso, als je over MVO praat, een hele goede investering. We kunnen dus de buitenluchttemperatuur toepassen in de temperatuurbeheersing in de kweekcel. Daarnaast gebruiken we regenwater om de bieslook water te geven. En om de bieslook te spoelen voordat het de kweekcel ingaat. MVO omvat ook de people. De werknemers blijven lang hangen, wat sowieso al uitstraalt dat het goed gaat. Daarnaast is de plek voor mensen die oftewel buiten het arbeidsproces zijn geraakt, oftewel mensen met een verhaal. Waarom wij die mensen helpen is eigenlijk een geloofskwestie. Je moet je naasten helpen en goed omgaan met de natuur. Daarnaast is mijn moeder een grote inspiratiebron in het bedrijf geweest. Ik help graag andere mensen. Die heeft er zeker mee geholpen dat er hier mensen een plek kunnen vinden. De toekomstplannen voor Tuinderij Beverlander die zitten met name in het continueren van de teelten die we nu hebben. We willen daarin groeien en we willen kwaliteitsverbeteringen halen. Daarnaast gaan we zeker door met LED-verlichting en zijn we onderzoek aan het doen naar zonnepanelen. MVO zou voor ons betekenen dat we een tastbaar feit hebben voor wat we in de praktijk uitstralen. Dus dat houdt in dat we aan de afnemer kunnen laten zien wat we doen. Een goed visitekaartje, dus het is zeker ons doel om te winnen.